schuifje. Ja, maar even door. Even door hoor. Vandaag de presentatie van het boekje van Badje. Hoe is het om Badje weer terug te zien? Ja, geweldig. Het was mijn favoriet al, gelijk. En ik vind het nog steeds, als ik het zo zie, wat een geweldig leuke hond is het. Maar ik zie wel dat hij in bijzonder goede handen is bij die nieuwe collega uit Friesland. Over het algemeen weet men er soms ook wel van tevoren dat je honden africht en dat ze soms ook naar een ander korps kunnen gaan. Dus je houdt er wel een heel klein beetje rekening mee. Ja, dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon uniek. Ik werk al wel 25 jaar met honden en ook met pups. Maar hij is toch wel een heel speciale pup. Was hij altijd al. En het is nog geweldiger dat er nou ook leuk een boekje van komt. Of presentatie. Geweldig. Ja. Het is een kinderboek en het gaat over Badje. Dat is de, ja, wie kent hem eigenlijk niet, hè? De beroemde politiepup van Almelo. Nou ja, hij is nu naar het noorden vertrokken, maar wel geboren en voor een deel getogen in Almelo. Dus toch een beetje onze Badje, hè? Badje is heel groot geworden. Hij heeft net het eerste exemplaar in de bek gehad. En nou ja, dat is niet verkoopbaar meer, laat ik het zo zeggen. Het is... Ja, ik ben Marleen en ik doe samen met een collega van mij de Facebookpagina van Almelo. En wij hebben dus een beetje de hype rondom Badje hebben wij aangezwengeld, zeg maar, 1,5 jaar geleden. Toen we een foto van hem hebben geplaatst op onze Facebookpagina. En die werd gewoon binnen de kortste keren enorm vaak bekeken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in zelfs een eigen kinderboek en dit evenement eromheen. Dus hartstikke leuk. Badje is heel nuchter ondergebleven, gelukkig. Die vindt alle aandacht prachtig. Die is nog hartstikke speels, dus die springt alle kanten op. Maar we zijn blij dat hij weer even terug is in Almelo in ieder geval. En dat we hem weer even kunnen zien hier. Er moet uiteindelijk weer een nieuw puppy komen. Ja, dus daar zijn ze al druk mee bezig. Dus, maar of we daar weer zo'n heel ding van gaan maken, dat weet ik niet hoor. Dus, maar het zit wel weer een nieuw puppy aan te komen inderdaad. Ja, dus het is ook gewoon hartstikke mooi dat we dit eromheen hebben kunnen bedenken, zeg maar. En dat het voor de kinderen gewoon heel leuk is. En dan kunnen ze de politie weer een keer van de andere kant zien. En dat vinden we gewoon leuk om te doen. Ha 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 ha
Never, no more. A pain of a drover.
pas voor de eerste muziek is gekomen, in ieder geval toen we jonger waren. We leerden de eerste muziek kennen. En als je naar de eerste muziek luistert, dan klinkt het eigenlijk altijd heel vrolijk. Maar er zit een heel grote geschiedenis in de muziek. En die wordt niet altijd even goed opgepakt door de mensen. En dat willen we graag overbrengen. En natuurlijk de gezelligheid van de Ierse muziek, de pubmuziek. Wat wij doen is eigenlijk puur traditionals. Dus het zijn oude Ierse liedjes die al heel lang bestaan. Die zijn wel bekend van de Dubliners en ook wel van andere Ierse bands. Dus iedereen gooit die nummers een beetje in een eigen jasje. En dat doen wij ook. Dus het zijn echt traditionals meer. It's a dirty old town, dirty old town. Die werden nachher noch hören, was das Programm für diesen Tag ist. Aber zuerst möchte ich Sie vorstellen und begrüßen, unser Bürgermeister von Almelo, Herr Gerritsen. Danke sehr. Auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu Almelo. Nicht nur persönlich, aber auch im Namen der Gemeindebehörde. Iserlohn, unsere Partnerstadt, seit langen Jahren. Eine Partnerschaft, in dem es Freundschaften gegeben hat, die noch immer jeden Tag, jeder Monat in unserer Stadt gefeiert werden, zwischen Vereinen und auch zwischen Personen und Familien. Ich habe einen Beutel bekommen mit Aufkunft aus Almelo, darunter einen Stadtplan. In den Stadtplan können Sie, an der rechten Seite steht die Innenstadt. Ja? Da können Sie den Weg finden in Almelo.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Ik heb gezworven in Australië. Dat ze mij uit kan, prima. Maar ik kan niet omdat mijn zoontje is gaan lopen. Dat nee, mijn zoontje uit is. Ik maak even reclame voor de Albert Heijn. Vandaag brengen de buurtmannen onder andere een bezoekje aan de Albert Heijn in de Nieuwstraat. Ze scheuren met een karretje, drinken wat koffie en ze vragen klanten wat ze gaan eten. Ook voelen ze het personeel even stevig aan de tand. Hi, ik ben de manager van deze winkel. Maar ja, leuk. Een zeer interessante wijk, hè, ja. Waar, ja, wat toch niet gemiddeld is. Ja. Maar toch wel heel veel leuke mensen hebben, maar toch wel, ja, ook wel een zorggroep, zullen we zeggen. Ja, dan zie je een aankooppatroon in, wat voor producten ze kopen. Ja. Ook wel in, helaas in de, ja, toch met boodschappen zonder te betalen, daar hebben we wel best wel wat problemen mee. Ja. Hè, wat we voor kunnen doen in een hele nauwe samenwerking met de voedselbank bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld spullen die wij normaal gesproken zo wegdoen, wat toch wel nog bruikbaar zijn, die doen we allemaal eigenlijk naar de voedselbank. Ja, wat toch voor deze doelgroep waar heel veel mensen zitten. En daarnaast proberen we toch wel leuke dingen voor de wijkcentra's of voor de scholen in de buurt. We proberen de wijk schoon te houden. Er gingen geruchten dat die, in ieder geval dat de riolering stinkt, maar dat de straat eruit zou gaan. Ja. Wat ik heb gehoord is dat ze wel veel meer de lokale ondernemers willen betrekken in van, okay, hoe kijken jullie nou tegen Nieuwstraat? Er zitten een paar kampen in de Nieuwstraat. Wat zijn die kampen? Ik ken ze niet helemaal precies, maar er zitten van oudsher zitten er wel wat mensen die veel panden hebben in de Nieuwstraat. En, verhuurders bedoel je dan? Ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar en die willen ze samenbrengen om toch te kijken hoe kunnen we de Nieuwstraat beter maken. We hebben heel veel passanten en dat maakt het ook best wel interessant om daar goed over na te denken, om al die partijen bij elkaar te brengen en toch wel te kijken hoe kunnen we dit minder interessante stukje van Almelo toch weer wat interessanter te maken. Almelo, weet je, dat is diefstal, criminaliteit, allemaal lastige mensen. Dat is de associatie met Almelo. Want als je hier gewoon werkt, je hebt gewoon 90% van de mensen, is gewoon fantastisch. Gezellig, ik heb ontzettend veel lol met mijn klanten. Ja. Uiteindelijk moeten we veel meer gaan vertellen waar Almelo wel goed in is en wel leuk is. En dat je veel meer de goede kant laten belichten. En in plaats van alleen maar laten zien wat niet goed is, wat slecht is. Hè. We weten ook heel veel mensen, die worden eenzaam. Mm-hmm. En de supermarkt is toch wel dagelijks misschien een plek waar je gewoon toch een keer een praatje maakt. En daar kunnen wij een hartstikke mooie rol in vervullen. Nou, dat klinkt goed. Ja. Volgens mij zijn jullie lekker bezig ook als Albert Heijn zijnde. Ja, maar dat vinden we ook belangrijk. Ja. Mooi, ik vind het een mooie afsluiting. Ja, oké. Okay. Je mag je bedanken. Ja, jullie bedankt. Wat gaat u vanavond eten? Ik, spinazie. Spinazie? Ja, met een biefstukje van de haas. Een haasbiefstuk. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Ja, ik hou van lekker. Ja, en eet u daar dan ook gekookte aardappeltjes bij? Ja, deze. En bent u nog van de traditionele Hollandse keuken? Ja, over het algemeen. Ik heb hier trouwens nou courgette en tomaat en champignonnetjes. Ja. Uit roerbakken. En niet uit bakjes kopen en geen groentes die rammelen. Ja. Wat bedoel je met rammelen? Van die diepvriesgroentes? Nee. Hooguit misschien ooit eens af en toe, maar zelfs dappertjes heb ik nog niet op vers. Maar helaas. Nou, dank u wel.
Goedemiddag, meneer. Hey. Hey. Ik heb een leuke hobby, maar dat kan niet meer. Ik ben bijna blind. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, ik ben sinds mijn 5e jaar blind aan mijn linker oog. En dat is in 2012 uitgehaald. En dat was helemaal verkalkt. Ach, veel hoofdpijn en zo. En sinds vorig jaar juni is mijn rechter oog zo achteruit gegaan. Ja. En in december ben ik nog bij de oogarts geweest. Hoef ik nou ook niet terug te komen. 70% van mijn netvlies is daar helemaal weg. Dus nu kijken allerlei instanties over de vloer dat ik toch maar thuis kan blijven wonen. Ik woon alleen met mijn kindje, met mijn hond. Met de hond, ja. Ik ben in de jaren 70 blijven steken. Gaat goed. Ik ben nu 66. Nou, dat zie je ook niet. Nee, maar dat ben ik toch. En, maar heb je nog een leuke verhalen over vroeger dan? Ja, ik heb vroeger een heleboel geleerd. Ik laat ook later op mijn grafsteen zitten naar waarde genoten. Ja, ja. En ik heb een heel heftig leven achter. Ik heb heel veel gezopen. Ja. Verschrikkelijk gezopen. Daar ja, ben ik niet trots op. Maar, ik heb gezworven in Australië. In Engeland, in de zoo, in de achterbuurt. Toen had ik heel veel geld. Ik had het ook zo op trouwens. Maar ik ben wel trots, ik ben al 26 jaar clean. Ja. Sinds dat mijn zoon geboren is. Die komt hier elke dag, die heeft er 2010 bij mij. Die woont hier ook? Oh, die woont hier niet ook. Nee, die is toen ben ik gescheiden, het was die 3. Ja. En die woonde je had niks te vertellen natuurlijk, 3 jaar. Papa mee. Ja. En daar heeft mijn ex ook niet moeilijk over gedaan. Die was volgens mij al lang blij dat ze eraf was. Ja, of zo, ja. Ja, dat klinkt heel cru, maar ja, dat is wel zo. Ja. Nou, en nu is hij 28, maar hij komt elke dag hoor. Hij komt elke dag kijken hoe met zijn vader is. Alles voor je kind. Ja. Ik heb duizenden cd's, ik heb de hele kamer vol staan en ik heb nog een slaapkamer vol. Muziek? Ja, muziek is mijn hobby, mijn passie. Ik heb de boom nog, ik denk dat ik wel aan de 25.000 kom hoor. En er zijn heel veel stichtingen in Nederland die mensen willen helpen die blind en slechtziend zijn. Ja. Maar als ik niet meer thuis kan wonen, dan moet ik naar een zorginstelling. En nou zijn er wel zorginstellingen van, wat ze hadden maar gezegd, dan moet je maar een andere baas voor je hond zoeken. Ja, nee joh. En die man zat hier en ik keek een keer vuil als blik kon doen, was die doorgegaan. Ja. Toen belde hij later wel op. Oh. En toen heeft hij zijn excuus aangeboden. Ja, hij zegt, het spijt me dat ik zo cru dingen heb gedaan. Ik zeg, dat was u al cru. Ja. Maar we beginnen met... Maar ik hoef niet meer bij de oorarts te komen in de min waar de pupil en de iris zich bevindt. Ja. Daarachter is het al weg. Ja. Daaromheen ook. Ja. Dus ik kan jou, nou een klein beetje, maar ik kan je gezicht niet eens meer duidelijk, van hem kan ik niet meer zien. Oh. Ja, wel de omtrek, maar niet de details in je gezicht, dat zie ik niet meer. Nou, dat mis je. Ondertiteling, dat kan ik niet meer lezen, maar ik spreek behoorlijk goed Engels. Engels. En als ik zomers de stad in ga en ik moet naar Kruidvat, daar zit zo'n gezellige tenting over de oude boordenvat, hoe je dat ook Wetshuis. Ja, dan zie ik ze allemaal weer van die grote Amsterdammetjes en dan denk ik heel in, waarom kan ik dan nou niet 1 of 2 jaar naar gewoon naar huis of de dingen doen? Die alcohol verandert in mijn hoofd en ik denk nens maar, en dan bestel ik zo in een gekke kop 20 kranten bier nee. En dat wil ik niet meer. Hé, maar wij moeten door. Ja, helemaal goed. Als jullie nog vragen hebben, bellen we weer aan. Ja, helemaal goed. Fijne dag verder, hè. Heerlijk wel. Ja, doeg. Doei. Uit Utrecht. En je werkt hier? Ja. Oké, maar je woont wel in Almelo nu? Ja, voor de relatie. Je bent voor je partner ben je hier naar Almelo gegaan? Ja. Oké, maar hoe heb je hem leren kennen dan? Via een internetsite, netlog.nl. Dat was vroeger kruising tussen huis en Facebook. Op zich, ik moet wel heel erg wennen. Want wat ik gewend ben, is dit heel anders. En hoe lang werk je hier al? 7 jaar. Ik ben de eerste waarjongen. Waarjongen is dat je een uitkering krijgt, want je bent voor zo'n procent afgekeurd. En dan word je dus eigenlijk voor de helft aangevuld. Dus het is niet zoals een bijstanduitkering. Het is echt meer voor werkende mensen die dan moeilijker aan de baan komen, omdat ze dan... eventueel wat hebben. Ik ben wat langzaam lerend. Ik ben vaak wat afgeleid en zo. En dat soort dingen. Ga je hier wel eens uit? Nee. Ja, of toen naar de film. Naar de bioscoop of zo. Maar ik hou niet zo van drukte. Okay. Ik krijg een beetje benauwd van. Oké, dat is misschien een reden dat je niet zo vaak uitgaat. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik ben hier ook de oudste vak. Oké, okay, je bent de oudste? Ja. Okay, mag ik vragen hoe oud je bent? 40. Nee, meen je niet? Je bent echt al 40? Echt niet gedacht, toch? Nee, nou, was een leuk gesprek. Ja, hè? Ja. Hartelijk bedankt. Ja. En heel veel succes hier bij Albert Heijn. Hey, goeiedag. Ja, hey, we zijn de buurtmannen. Hallo. Dag jongens. Goeiedag. Goeiedag. En dan 's ochtends vroeg met de ja, auto. Met de auto. En dan rijden. Ja. En dan kom je met de hele krat. Ja. Het is een komende met Italië en Frans. Maar je komt met Utrecht. In Utrecht? Ja. Woon je al lang in Almelo? Bijna twee jaar. Twee jaar? En waar kom je vandaan als ik vragen mag? In Marokko. En je werkt in Marokko ook al met vis? Ja. Oké, dus je bent een soort van visspecialist? Ja, specialist. Met schoonmaken met alles. En wat is je beste vis? Als je mij een vis zou verkopen, wat zou je dan... Wat zeg je, dat is een goede vis? Wat is een lekkere vis? Dit is een sardine. Groot vis. Dit is een dorade. Dit is een anchois. Ja, sardine. Nee, dit is een anchois. Geen sardine? Nee, dit is een anchois. Dit is een sardine. Ah, dat is een sardine. Wat is het verschil dan? Dit is een anchois. Dit is goed. Heb je het druk hier of valt het mee? Bijna druk. Veel mensen in. Alles mensen in komen. Van alles? Alles. Ja, ook Nederlandse mensen? Nederland, Turk, alles mensen. Marokkaans, Afghaan, alles in komen. Duitsland. Ja. Mensen. Kom uit Duitsland hier om vis te kopen? Nee, die zijn niet duur. Met dorad, die zijn die 57, super dorad. Ja? Kijk het, super duur. Dat is een mooie vis. Ja, mooi. Super, Charot. Super. Oké, dat is ook een mooi vis. Ja. Dit is een karamel. Dit is echt karamel. Echt. Ja. Oké. Niet. Wow. Dat we deze even ruilen? Zo. Oké. Dit is een cabriaal. Ja. Super, Philly cabriaal. Ja. Zo. Kan ik mijn handen even wassen? Mm. Dus, dan langzamerhand kan uitrijden. Ja, dat is met jou. Mijn kinderen, vooral met Nederland, praten meer goed Nederland. Ja. Nederland. Praten jullie thuis Nederlands? Nederland. Nederland met me, ja. Ja? Mooi. Mooi. Nou, je hebt een mooie zaak. Ik hoop dat het snel goed met jou gaat. Mag ik een selfie met jou maken? Ja. Moet ik een foto? Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg! Hoe noem je? Hè? Hoe noem je? Lekker. Ja, alle hondjes eten lekker. Kom eens. Mij groeit goed, alles gezond, alles knap, alles jij, alles goed, alles in de controle goed. Ja. Oh, wat fijn. Dat is toch wel fijn, toch? Oh, heerlijk. En nu vooral, nu kan ik lekker van hem genieten. Ja, want hij is nu toch ook al wel... Bijna 3 maanden. Ben je al in het park geweest met hem? Ja. Lekker buiten, ben je al bij de schooltje geweest met hem? Ja, in de stad geweest, nee. Bij de schooltje ben ik nog niet geweest met hem. Waarom niet? Warning. Gisteren al. Nou ja, er wordt zo meteen voor de kinderen natuurlijk ook van alles georganiseerd. Ja, we nu gaan nog... hier toch weg. Nee, nu... Oh, ga je weg? Ja. Waarom? Omdat ik een beetje de wijk een beetje zat ben hier. Mensen lopen met de televisie en te treiten naar mijn uitskant. Ik ben er klaar mee. Dat ze mij uitskant, prima. Maar ik kan niet omdat mijn zoontje hier straks loopt en dat mijn zoontje uitgeschonden wordt. Nee, natuurlijk niet. Maar waarom lopen ze heel uit te schilderen? Nou, mijn oma heeft vroeger een naam gekregen. Die heeft mijn moeder gekregen en die kregen wij ook allemaal nu. Oh, dat is wel een rot verhaal, zeg. En wat is er dan voor naam? Bobo. Ja, maar daar worden we dus Bobo is dan beroemd, is dan een bekend iemand. Ja, maar het is een stripboek, is gewoon een konijn. Ja, we worden daar iedere keer mee gepest en geplaagd. En maar, dat ze mij uit kan van de Bobo, ik heb mijn mond al op de plek zitten. Maar ik kan niet aan dat mijn zoontje is aflopen. Dat wordt gezegd, jij, dat kind van die kneppers, van die Bobo is ook loor. Oh, ja. We zijn al erg mee gepest. Ja. En meer dan leven lang al. Ja. En als het niet op de Kerklander is, gaat het hier wel door. Dus daar ben ik er klaar mee. Ja. Ik ben van de Kerklander? Ja, ik heb vroeger 16 jaar op de Kerklander gewoond. Mijn ouders wonen op de Melkweg. Ja. En toen had ik zoiets van, ik wil zo dicht mogelijk bij mijn ouders wonen. Ja. Dus vandaar dat ik hier zit nu. En dan ben je weer zo snel mogelijk weg natuurlijk hier. Ja, wij laten ons morgen inschrijven en dan... Waar? Beter wonen, Sint-Josef? Beter wonen. Je hebt hem ook koud. Mm. Wat heet hij ook? Lady? Ze heeft niet koud, Beauty. Oh ja, Beauty. Ja, die vind je het wel gezellig bij de buurtmannen.
Nee, maar ik vind het wel fijn dat het goed gaat met jou en met je kind. Dat het allemaal gezond en allemaal geen gedoe. Moet jij weer lopen? Of even in de camera kijken? Hé, we gaan even door. Succes! Ja. Bedankt! Hetzelfde. Joe. Doeg! Ik vind het mooi, ja. Mooi open, hè? Ja. Dat vond ik mooi. En buren ook goed. Ja, leuke buren? Ja. Heeft u leuke buren? Ja, eerlijk. Ja. Veel contact met de buren? Nee, maar af en toe, deze buur en die mevrouw. Ik ben 45 jaar hier, hè. Dus... Bent u pas 45? 45 jaar ben ik hier. Oh, zo. Ja. Lukt het, meneer? Moet ik even uw beeld vasthouden? Nou, wacht. Ja, dankjewel. Gaat u graag wandelen, fietsen, zoiets? Alleen maar fiets. Waar fietst u dan in? Centrum Turkse Café. Rolhofstraat. Oh ja, helemaal achter. En daar gaat u elke middag heen? Ja, daar. Kopje koffie. Alleen maar kopje koffie? Ja, met babbelen. Met de mensen. Met wat voor mensen komen daar dan? Turken. Alleen maar Turkse mensen? Turken. Komen er ook Nederlandse mensen? Of het koffie drinken? Tuurlijk. Wist u dat hier een schooltje stond? Ja, jammer is het op. Jammer is het op. Ja, weet u wat daar ook gebeurt nu, op dit moment? Nee. Wat is dat? Daar is een koffiehuis. Voor de buurt. Ja. Echt? Ja, elke dinsdag nu. Niet meer school dan hier? Nee, het is nu een soort buurtcentrum. Dus als u nou met uw vrienden van de Nieuwstraat hier wil koffie drinken, kan dat. Hier. Om hier wat het leukste te doen. Oh, zeg ik wel. Ja. Zeg ik wel. En ik heb niet zo goed lessen. Ik kan niet meer tegen. Veel medicijn gebruik ik. Ach, wat heeft u dan? Alles. Hoe je ziet. Gallensteen, stoma, gaat. Ja. 2000, 3 keer operatie. Snijden, dicht, hier ook. Zit een matje. Ja. Die matje ook lastig. Hier ballon. Oh ja, ja, ja. Ja. En ja, moe van staan blijven en nog dat. Wat zegt de dokter? Dokter, ze kan ik niet meer helpen. Nee. Zomaar leven. Zomaar leven, ja, ja, ja. En u heeft geen werk? Nee, kan ik niet meer. Kan ik niet meer. Wat heeft u dan altijd gedaan? Kraammachine, buisdraaienmachine, pappelmachine, papdraaien. Die asbestcemento, toen. Pap maken. Nee, maar daarna bent u ziek geworden en dan helemaal niks meer? Die 2000 daarna, nee. Dat is dan ben ik 17 jaar al thuis, zeg maar. Ja. En vrouw, heeft u vrouw en kinderen? Nee, ben ik alleen. Oh. Ja. Oh, dat is ook wel... Eenzaam, denk ik. Ja, ik ben alleen nou. Ik ben opa, dus... Oh, gefeliciteerd. Dat is ook leuk, toch? Opa is ook leuk, toch? Ja, ja. En, en lief. Oh, wat vervelend. Ja. Vervelend verhaal ook. En nu? Hoe ziet u de toekomst? Toekomst? Over 10 jaar? Wat doet u over 10 jaar? Dat is mijn leven. Is toch wel jammer dan oud worden of zo? Heeft u dat gevoel ook niet? Moet wel, hè. Je moet door. Je moet door, maar toch. Al die medicijnen, dit is niet gezellig. Toch. Nee, dat niet. Maar moet. Ja. Anders kan ik niet slapen, die pijnen, lastig. U slaapt wel goed? Nee. Nee. Om ietsjes... Ja, ja. Daarom gaat u overdag natuurlijk een beetje bijslapen. Ja, ja. U bent wel weer Heracles? Die taas waarvan kwam, die voor de buurt kinderen... Ja. Post komen, ik stuur naar, meeneem ik daar. Ja. Zij zegt, nou, ik jouw bloemen meenemen met die tasje daar. Oh, ja. Nou, ik tasje bewaren. Mag ik u bedanken voor het gesprek? Niks bedankt. Meneer. Oké, dank u wel. Jo. Doeg. Doei. Wat maakt nou deze winkel goed voor deze buurt? Wat voegt deze winkel? Dat is de gemoedelijkheid, is dat. Dat sociale gebeuren, een ontmoetingspunt. We hebben hier altijd de koffie klaar. Mensen vinden het leuk om elkaar hier even te begroeten. Door deze winkel leeft de hele wijk. Dus, hoe lang werk je hier al? Ik werk hier, ik denk, 28 jaar al maar al. In totaal bijna 40 jaar behalve. Toen ik hier 40 jaar geleden solliciteerde, nou, een goudvis in de kantine, een kantinejuffrouw. Maar nou doen we het allemaal zelf. Gaan jullie morgen nog gewoon in de kantine kijken van de Albert Heijn, hoe mooi is dat? Kijk eens, ze zijn allemaal wat te eten ook. Wow. Je kunt zien, die heg is er nog en je kunt zien in die auto's hoe lang dat geleden is. Oh, en sommige van hen die werken hier nu nog. En als je bij de Albert Heijn werkt zo lang, heb je dan ook blauw bloed of hoe noemen ze dat? Ja.
heet dat blauw bloed? Ja, blauw bloed heet dat. Ja, dat moet wel. Als je jong bent en je doet een hbo-opleiding en zo, dan kun je, en je hebt talenten, dan kun je teamleider worden. Ja. Dan kun je naast je school dat je talent ook nog bij Albert Heijn ontwikkelt. En dan heb je toch wel iets extra's voor op een ander. Heb je zelf nog hobby's dan? Binnen, buiten, zeg maar, werken bij Albert Heijn is natuurlijk ja, muziek, muziek. Wat dan? Speel je een beetje? Nee, nou ja, beginnen we een beetje, hè. Maar wandelen. Wandelen is hobby voor mij en mijn huisdier, ik heb een hond, ja. Kleinkinderen. Leuk. Ja. Wat voor muziek maak je dan? Ja, dat is klassiek. Klassiek? Klassiek. Spaanse klassiek muziek. En dan voor gitaar? Flamingo, ja, rumba. Oké, nou dan moet je dan toch wel... pak ik weer een beetje op, dat ontspant zo lekker, hè. Ja. Maar en als het mooie weer er weer aankomt, dan kunnen we dat... Toen mijn vrouw en ik 60 werd, toen hadden we oude vrienden die hebben s'avonds nog weer gespeeld bij ons. Ja. Dat was superleuk. Ja. Nou, mag ik je bedanken, Harry. Ja, jullie ook, hè. Hey, fijne dag. Heel veel succes. Dankjewel. Het was weer een enerverende dag. Moe, maar voldaan, keren de buurtmannen huiswaarts. Ze kijken elkaar aan en beginnen te grijnzen. Hebben we nu eigenlijk wel boodschappen gedaan? Hoe het verder gaat, zie je in de volgende aflevering van de Buurtmannen gaan op expeditie.